Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TV Meerdijk. Uw wekelijkse portie nieuws over FC Emmen. Vandaag gaan we het hebben over de wedstrijd tussen FC Emmen en MVV Maastricht. En hij is weer terug, de Bruno Fernandes van de Eerste Divisie. We hebben het natuurlijk over Peter van Ooyen, de koning van de assist. Hij heeft inmiddels al 6 doelpunten voorbereid en scoorde er eentje. Hij lag er de afgelopen weken uit met een hamstringblessure en net toen hij weer fit was, sloeg de griep toe. Ja, hoe keek hij de afgelopen weken thuis vanaf de bank of op de tribune naar zijn ploeg? Ja, het was moeizaam. We scoren moeilijk. Tegen Almere ging het goed. Dordrecht dan was het lastig. Ajax ook. En Jong AZ. Over Excelsior Maassluis kun je beter niet hebben dan. Ja, laten we het daar inderdaad maar beter niet over hebben. Maar laten we vooruitkijken naar de wedstrijd van MVV Maastricht tegen FC Emmen. Vrijdagavond om 8 uur in Maastricht. Weet Peter van Ooyen het aanvalspel van zijn ploeg van de nodige glans te voorzien? Ja, want dat loopt de laatste weken nogal stroef. Ja, het is moeilijk om te zeggen. Iedereen is belangrijk. We missen goals. Dat is belangrijk. De laatste basis komt vaak niet aan. Of net te kort, net te hard. Dus, ja. Nou, je hebt gouden voetjes. Nee. Nee, ja. Ik doe mijn best en vrijdag is belangrijk. We moeten eruit komen. Ik ben blij dat Van Ooyen in ieder geval dat je die weer in je overwegingen mee kunt nemen. Omdat ik ook vind dat we daar wel iets hebben gemist in zijn creativiteit. En de manier waarop hij een voorzet kan spelen of zelf een goal kan maken. Want hij heeft 6 assists, maar ook een aantal goals gemaakt. Ja, dat hebben we al een beetje gemist de afgelopen weken. Kijken we naar de uitslag van de vorige wedstrijd tussen deze twee ploegen. Waar FC Emmen in eigen huis met 7-1 van MVV wist te winnen. Belooft het een interessant duel te worden. Of course they want maybe their revenge because of the first game. And so we have 7-1, right? Yeah, 7-1. So I think the coach of them will say yes, that can happen again. Maybe we have to win now. Ik vind wel dat MVV beter is geworden sindsdien. We staan nu 12e. Maar hebben ook een manier van verdedigen wat aangepast. Spelen wat dichter bij elkaar. Dus geven gewoon minder ruimtes weg. En de resultaten zijn wat wisselend. Maar dat hoort ook bij, denk ik, de plek op de ranglijst die ze innemen. Het will be a hard game, of course. But we will give our best to take the 3 points away for the last game of the year. Ja, over de plek op de ranglijst gesproken. Het is bijna winterstop en FC Emmen staat derde. Daarboven staan 2 ploegen, Volendam en Excelsior. Wat is eigenlijk het verschil met die 2 ploegen? Het verschil met de ploegen boven ons is dat je ook duidelijk ziet dat zij met Excelsior, met Dallinga en Volendam met Muren een topscorer hebben die, geloof Muren 17 en Dallinga 24. Onze topscorer heeft 8, dus ja, dat is ook een verschil. En dan nu door naar de opstelling van FC Emmen tegen MVV Maastricht vrijdagavond om 8 uur. Waarbij we van tevoren kunnen opmerken dat Jeroen Veldmaten weer is hersteld van zijn voetblessure en hoogstwaarschijnlijk weer in de basis zal staan. Dat maakt van de opstelling de volgende. In doel Michael Brouwer, in de verdediging van rechts naar links, Luzayadio, Araujo, Veldmaten en Burnett. Verdedigend op het middenveld, El Azouzi en Vlak. En aanvallend Peter van Ooyen, die de plek van Tofiki dus weer overneemt. Rui Mendes, Asenoen en in de spits Hilteman. Gaat Peter van Ooyen inderdaad zijn stempel drukken en weet FC Emmen zodoende het seizoen glansrijk af te sluiten met een overwinning op MVV? We gaan het zien. Dit was hem weer voor deze week TV Meerdijk. Aankomende maandag zijn we weer met onze podcast Radio Meerdijk. Luisteren en kijken. Tot dan.